Ja, dat is even een droombeeld. Je bent 45 en je hoeft niet meer te werken. Omdat je geld genoeg hebt. Nou, dat kan als je vrekkig leeft. Ja, wel. Mijn gasten van vandaag, ik hoor hier al, dat kan niet. Mijn gasten van vandaag leven zo zuinig als maar kan. Elke cent die ze uitgeven, schrijven ze op. En dat doen ze vrijwillig, want ze hebben geld genoeg. Maar door die zuinigheid kunnen ze 20 jaar eerder met pensioen of eindelijk dat droomhuisje kopen. En wie wil dat nou niet? Straks leggen Rob van Ede en Hanneke van Veen, bekend als vrekken-echtpaar, uit hoe dat moet. Maar eerst ga ik naar Dor Vermeulen. Dor, als jij nou eens beschrijft hoe jij woont. Ik woon in een landelijk gebied in Oost-Nederland, in de Achterhoek. Ongeveer 1 kilometer buiten een klein dorpje. We hebben een bungalow, een semi-bungalow, helemaal in het groen. Met grote tuin? 2500 meter grond eromheen. 2500 meter? Ja. Ja. Jongen, jongen. En daar heb je zeker wel keihard voor moeten werken. We werken niet meer, Katrien. We zijn gestopt met werken. We hebben wel een tijdje hard gewerkt. Maar op een gegeven moment hadden we genoeg om dit te kunnen kopen. Nou wil iedereen natuurlijk weten hoe je dat doet. Hè? Ja. Wanneer wist je nou dat je geld genoeg had? Eigenlijk nog niet zo lang. Want wij hebben altijd zuinig geleefd. Gewoon gespaard. Dingen die wij over hadden apart gelegd. Niet geconsumeerd. Op een gegeven moment kwam ik in contact met een Amerikaans boek. Wat een methode beschreef om om zicht te krijgen op je financiën. Mag ik heel even, voordat dat je daarmee begint, hè? Ja. Mogen wij even zicht hebben op jouw financiën? Werkte jij? Ik werkte. En wat verdiende je? Ik kreeg ongeveer 3500 gulden netto in de maand. En je man? 70.000 gulden per jaar. Hoezo? Vinden jullie dat veel? Ja. Oh, dat is veel. En hoeveel verdiende je man? Dat wisselde een beetje, want die was die werkte als zelfstandige. Gas, water en elektra-installateur. En dat verschilde een beetje per jaar. Maar we hadden ongeveer een maandinkomen van 6.000 gulden netto. Samen? Samen. Ja. Nu begrijpen jullie dus nou, volgens mij jongens, echt dat, ik vind het nog knap, want dat betekent, jij bent nu 50, hè? Ja. En je hoeft niet meer te werken? Nee. En je hebt gewerkt vanaf je? 25ste. Dus je hebt zeg maar 25 jaar gewerkt. Ja. En je kan nou gewoon van je eigen centjes leven. Ja. Nou, precies, ik vind het ook knap. Ik hoor u zeggen, ik vind het knap. Ja, ik knap. Ja. Kunt u eens uitleggen, kun je eens uitleggen op welk moment dacht je nou, dat kan? Ik heb genoeg. Ja, nou dat moment is eigenlijk nog niet zo lang geleden. Wij hebben, ja, op het laatst kwam er iets van 6.000 gulden per maand binnen. En wij verbruikten maar ongeveer 2.000, 2.500 gulden. Dus rekensom is eenvoudig. Er blijft vrij veel over. Ik heb altijd gespaard. Van 10% ongeveer van het salaris. Ook toen ik veel minder verdiende. Toen ik begon te werken verdiende ik natuurlijk nog niet zoveel. Meteen apart gezet. En met dat geld ben ik gaan beleggen. Op de beurs. En heb je geluk gehad? Nee hoor, ik heb vrij safe gespeeld. En weinig echt risico genomen. Maar op een gegeven moment groeit dat aan en aan. De laatste 10 jaar ongeveer zijn wij lijfrentepolis en dergelijke gaan kopen. Met het oog om, als we 57, 58 waren, om er dan mee te kunnen stoppen. Om de mogelijkheid te hebben. Dat hebben we een jaar of 10 gedaan. Maar je weet eigenlijk nooit of dat genoeg is. Want je hebt geen idee wat je nodig hebt om met pensioen te gaan. Ja, en je kwam er eigenlijk achter toen je dat hoorde van Rob en Hanneke, hè? Ja. Die hebben je dat eigenlijk duidelijk gemaakt. Want Rob en Hanneke, die hebben dat Amerikaanse boek gelezen. Hoe heette dat ook weer? Your Money or Your Life. Ja, en dat is vertaald in het Nederlands. En dat heet Je Geld of Je Leven. Ja. Ligt voor de hand. Hè? Ja, dat was niet het moeilijkste. Nee, dat boek vertalen, die titel, dat ging nog wel. Ja. Nou heb ik jullie aangekondigd als vrekken-echtpaar. En ik moet eerlijk zeggen dat ik dat een nogal lullige aankondiging vind. Als ik dat zo even mag zeggen.
Nou, wij zijn het gewend. Wij hebben zelf dat over ons afgeroepen. We zijn 4,5 jaar geleden begonnen met een vrekkenkrant. Toen we eigenlijk ook nog van toeten nog blazen wisten. We hadden het idee van... ja, het is misschien toch eens aardig om uit te zoeken of zuinig leven ook aangenaam kan zijn. Dat kwam vanuit milieu en andere overwegingen. Maar zo langzamerhand, ja, zijn we ook wel een beetje dat woord vrek misschien ontstegen. We merken eigenlijk dat, ja, dat je heel veel mensen goede ideeën kan geven, zeg maar, over hoe je met geld om kan gaan. En dat Amerikaanse boek, dat heeft ons na 3 jaar... we waren al 3 jaar aan het bezuinigen, zal ik maar zeggen. We hadden er een soort sport van gemaakt. We hadden die vrekkenkrant. En na 3 jaar kwamen we dit boek onder ogen. En toen, ja, toen zijn we eigenlijk pas echt enthousiast geworden. En toen, ja, toen zijn we dus met de methode van dat boek aan de gang gegaan. En hoe kon je nou Andor duidelijk maken dat zij eigenlijk al voordat ze het wist rustig kon gaan leven? Hoe kon dat dan? Nou, die methode in het boek die komt erop neer dat je eigenlijk precies weet waar je je geld aan uitgeeft. En ook, ja, zitten er allerlei handige tips en trucs in om te berekenen wanneer je nu kan stoppen. Want dat is best ingewikkeld. Je hebt geld nodig om van te leven, maar je hebt ook geld nodig voor eventuele calamiteiten. Je wilt ook een beetje in kunnen schatten hoe de toekomst eruit ziet. Dat is natuurlijk niet allemaal mogelijk. Maar in dat boek wordt eigenlijk een heel plan beschreven om, ja, om dat duidelijk te krijgen. Hanneke, nou leef jij natuurlijk met een huishouden gewoon. En ik ben ontzettend benieuwd hoe jij dat dan doet. Want jij moet dat in de praktijk brengen. Ik ken Rob al een jaar of 20, al langer eigenlijk. En tot voor kort was het zo dat, dat we het ook niet zo erg eens waren over hoe dat met het geld ging. Dus ik leefde wel iets zuiniger, Rob wat jovialer. En op een bepaald moment zijn we het toch samen eens geworden. En dat heeft ook het voordeel dat, dat we nu op één lijn zitten. En ja, maar ook... nu even in de details. Want ja? wat bijvoorbeeld wilde hij dan altijd uitgeven waarvan jij zei dat is onzin? Nou ja, dat kan hij denk ik het beste zelf vertellen. Maar het was dus echt zo dat, dat bij Rob al het geld wat erin kwam, dat ging er ook meteen dubbel. Ook uit. Ja, dat ging er net geld zo snel weer rollen. Uit. Ja, en vakanties, boeken, uit eten, heel gaan, makkelijk. De kroeg, gewoon van alles. Normaal. Ook heel joviaal. Kleding. Heel normaal. Hij gaf ook heel veel weg. Dat was ook wel leuk. Ja. Maar we waren het toch niet helemaal eens over de manier van besteden. Dus dat hebben we echt veranderd. En Rob, hoe kom je nou van iemand die roept, laat het geld maar rollen, naar iemand die zegt, nee, ik ga het kalm aan doen, want ik wil gewoon van mijn centjes kunnen leven. Hoe bereik je die omschakeling? Nou, dat gaat niet van de ene dag op de andere. Maar het is wel zo dat het voor mij persoonlijk eigenlijk veel meer rust geeft. Dat is denk ik het belangrijkste. Ik rende altijd heel hard. Ik werkte heel hard. Ik rende heel hard. Ik rende heel hard naar de winkel. Kocht heel snel alles. Ben jij zo iemand die eigenlijk van manager schaapherder wil worden? Zo'n type? Nee, ik wil eigenlijk wel van manager een vrij rustige man worden die ook nog wel werkt. Ik heb helemaal niet het idee, bijvoorbeeld als ik stop met werken over een paar jaar, dat ik dan echt stop met werken. Maar wel voor geld. Ik kan dus andere dingen gaan doen. Ik ben een heel actief iemand. Maar ik ben niet absoluut iemand die in de bergen wil leven of op geitenwolle sokken rond wil lopen. Ik wil een normaal leven leiden. Ja. Alleen ik vind het fijn om niet meer na te denken over geld. Nee, maar door. Jij zit nu op je 50ste op een boerderijtje met 2.500 vierkante meter grond. En als ik het nou negatief wil benaderen, kan ik denken, poch, wat een saai leven zeg hé. Nou, tegendeel is waar hoor. Er is een wereld voor mij open gegaan. Ten eerste natuurlijk de tuin, waar ik een soort Engelse tuin van wil maken. Maar dat kon allemaal nog niet, want we zitten nog niet in het seizoen. Ten tweede ben ik vrijwilligerswerk gaan doen. En dat is eigenlijk vrij plotseling gekomen. Nou, dat vervult een heel groot deel van mijn leven. Met plezier. En ik ben zo blij dat je niet meer hoeft na te denken inderdaad over naar je werk gaan en alles wat er omheen zit. Het geeft een enorm fijn gevoel. Hanneke, jij, als ik dat even zo mag zeggen, je hebt prachtige kleren aan. Die kosten toch geld? Die kosten geld, ja. Maar ik heb er dan ook een beetje een sport van gemaakt om alles wat ik aan heb, om dat zo goedkoop mogelijk op de kop te tikken. En waar haal je dat dan? De Emmauswinkel, Leger des Heils, rommelwinkels. Ja. Wat vinden jullie daar nou van dan? Wat? Ja? Ik vind dat niet normaal, Katrien. Als je nou goed geld hebt, nou dan ga je dan niet naar zulke winkels. Koop je toch echt in een luxe boutique of zo.
Nou, dat deed ik vroeger. Dat deed ik vroeger. Dan kocht ik bijvoorbeeld iets van 150 gulden. Maar nu laat ik een ander iets kopen. En dan heb ik zelf een heleboel geduld. En die ander is misschien na 2, 3 keer... denkt hij, nou, het staat me niet of het past me niet. Doe maar weg. Nou, en dan koop ik het. Als mijn man er nou thuis ziet, hè, ja, dan zegt hij, kunnen die bij die mevrouw in de leer? Ja. 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 Dat geeft problemen. En het wordt allemaal nog veel erger. Want na de reclame praat ik met Jaap en Maria. Die willen over 5 jaar stoppen met werken om lekker te gaan reizen. En ze gaan het doen. Blijf kijken. Voor onze dagelijkse weerstand hebben we nogal wat vitamine en mineralen nodig. Die zitten in onze voeding, maar zelden allemaal tegelijk. Want de ene dag eten we dit en de andere dag eten we dat. Om er zeker van te zijn dat u al deze 30 vitamine en mineralen binnenkrijgt, zijn ze in totaal 30 allemaal aanwezig. Totaal 30 van Dagrafiet. De enige met 30. Ze presenteren de vakantiemode zoals die volgens ontwerpers en modehuizen moet zijn. En volgens mij is het ook niet echt in mijn voordeel als ik in precies dezelfde zwembroek als hiernaast zou gaan lopen. Hij slaat altijd de spijker op zijn kop. De wereld is zijn werkterrein en hij ziet de zaken bijzonder scherp. Dit is dus uw zwembroek? Jazeker. Zuid, 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 zuid. Oost-west. Frits Bom is het best. Maar dat kunt u nog maar 1 keer zien, want donderdagavond brengen we de voorlopig laatste vakantieman. Om 8:30 bij RTL 4. Dat rentenieren niet alleen is weggelegd voor miljonairs. Met een gemiddeld salaris en een zuinige instelling kun je heel ver komen. En voor het geval dat u denkt, nou dat wil ik ook wel, zal ik ze even wat tips inventariseren. Want er zitten een paar vrekken, ja het is tegenwoordig een eretitel heb ik begrepen, vrekken in de zaal. Marjan, hoe bezuinig jij? Ik bezuinig op een heleboel manieren, maar ik breng mijn post rond op de fiets. In de regio tot zo'n 30 kilometer. Ja, het wordt iets lastiger als je familie in Australië hebt natuurlijk. Ja, oké. Maar die stuur je dan gewoon eens in het jaar een hele lange brief. Ja. Maar dat is alleen maar, dat kan toch nooit uit? Hoe bedoel je? Nou ja, die ene envelop en die ene postzegel. Nou, maar als je veel schrijft is dat heel wat. En het is goedkoper als bellen. Ja, dat is waar. Ja, je komt toch weer op een heleboel dingen. Frans en Cora, jullie zijn ook een vrekken echtpaar. Ja. Frans, heb jij een tip voor ons? Wij hebben geen auto. Dat levert honderden guldens per maand op. Dat houden we over. Vragen mensen zich af van ja, maar hoe doe je dat dan met persoonlijk vervoer, maar vooral met boodschappen bijvoorbeeld. Wij hebben een fietskar aangeschaft. Die hebben we nu al 2 jaar. Gewoon een bakfiets, als het ware. Nee, gewoon een fiets met een haak eraan. Die kunnen we zo aan onze fiets koppelen. Daar kunnen we alle boodschappen mee doen. We doen het al 2 jaar en het gaat prima. En mensen, als die dat zien, dan krijgen we hele leuke reacties daarop. Ja. Ik koop en ik kies heel bewust. Ik geniet er daardoor ook veel meer van. Ik denk goed na, heb ik dit nodig? Of, oh, ik kan het wel betalen en daarom koop ik het maar. Nee, dat doe ik dus niet. Ik geniet er echt van. Je denkt gewoon heel goed na voordat je iets aanschaft. Hier zit Wouter. Nee, sorry, jij bent Henk, ja? Oké. Okay. Wat heb jij? Jij gaat zelf zover dat je je partnerkeuze aanpast op je zuinigheid? Nou, dat is natuurlijk een beetje overdreven. Maar als je echt in die lijn doorgaat, dan kun je inderdaad bedenken dat als je een kleine partner neemt, dan heb je minder behuizing nodig, ze eten minder en goedkopere kleding. Ja.
Nou ja. Wouter? Hoe kom jij rond? Nou, in ieder geval iets heel simpels is gewoon... Ik koop mijn appels en peren altijd rechtstreeks bij een fruitteler. En dat scheelt me meer dan de helft van de kiloprijs. Ja. En dat tikt er met 10 kilo per week toch aardig in. Ja. Daarnaast de plant in mijn tuin, die haal ik zelf stukken af. Die potten kop, ik laat ze groot worden. En dan is het een prachtig cadeau voor iemand. En hartstikke leuk om planten te stekken, ja. Ja, ik vind jullie dat jullie wel erg lacherig reageren. Er was hier een vraag, ja? Ik had een vraag aan de echtpaar daar. Die zijn al eens meer op televisie geweest. En die douchen in het donker, als ik het goed heb. En die nemen emmertjes water mee naar de wc. Worden jullie nou niet moe van die emmertjes dragen? Ja, dat blijft niet. Hij laat mij de emmertjes dragen. Wat zeg je, Rob? Hij laat mij de emmertjes dragen. Ja, ja, ja. Nee, maar jongens, het komt nu erg in het lachen en ik zie ook best de humor hiervan in. Alleen, ik begrijp dat jullie heel erg serieus zijn, hè? Dat is toch duidelijk? Nou, wij lachen ook heel erg veel. Ja, dat begrijp ik. Maar Jaap en Maria bijvoorbeeld, die willen eigenlijk al gaan stoppen met werken, hè? 4, 5 jaar. Ja, en dat kunnen jullie over 4, 5 jaar doen? Absoluut. Omdat jullie die methode van Rob en Hanneke gevolgd hebben. Inderdaad. Leg eens uit, hoe hebben jullie dat dan gedaan? Nou ja, wat voor mij... Maria was sowieso al spaarzaam. Maar ik dan wat minder. Ik geloof dat het wel vaak zo is. Met die zo bij Rob en Hanneke. Ja, ja. Hij gat in zijn hand en jij gewoon alles opschrijft in het kasboek. Ja? En ik was ook erg voor het milieu, maar het moest niet te dichtbij komen. Ja. En sinds die methode zeg ik van... ja, het is dus... Er zit ook wat voor mezelf in. Want als ik dus voor het milieu wil sparen, dan kan dat. Maar binnen 4, 5 jaar kan ik dus ook daarmee financieel onafhankelijk worden. En dan wordt het ineens interessant. Ja, want dat financiële onafhankelijke, ik kan me daar iets bij voorstellen. Dat het heerlijk is om geen baas meer te hebben. Niks meer te hoeven doen voor geld eigenlijk. Ja, maar hoe bereik je dat dan? Heb je dan nu een heel veel geld op de bank staan al? Trek je dan rente? Hoe doe je dat dan? Ja, dus we moeten natuurlijk eerst sparen. Ja. Eerst ga je kijken naar alles, wat kan je nou sparen? Nou, bijvoorbeeld op eten en drinken kun je een heleboel besparen. Kun je een heleboel doen zonder natuurlijk echt luxe in te leveren. Want je moet wel gewoon lekker blijven leven. Ja. Dat wel. Maar je kijkt, bij iedere uitgave is het ook echt nodig. Hebben jullie een auto? Nee, we hebben geen auto. Dus sparen we sowieso 500 gulden in de... Ja. Dat is zo ongelooflijk duur. Maar jullie hebben wel een zoon van 16, hè? Ja. Die is daar iets minder enthousiast over, denk ik. Hij is ook wel voor het milieu, maar voor hem moet het ook niet te dichtbij komen. Nee. Ja. Maar die gebruikt gewoon wel. Ja. Ja. Maar wat gebruikt hij dan? Veel elektriciteit, want die zit heel vaak achter de computer en die moet altijd muziek luisteren. En de kachel mag voor hem liever een graadje hoger dan een graadje lager. Ja. Hoe hoog staat de thermostaat bij jullie normaal gesproken? We hebben geen thermostaat, we hebben een gaskachel. Maar meestal is het ongeveer 17 of 18 graden in de kamer. Nou, ik heb eigenlijk niet zozeer een vraag, meer een opmerking. Het is toch zo, als je straks doodgaat, je kunt je geld toch niet meenemen? Dat klopt. Nee, maar zij willen juist een aantal jaren leven voordat ze doodgaan. Als ik het goed heb begrepen, of niet? Ja, normaal gesproken. Ik bedoel, als je dan met de verwarming op 15, 16 graden, vind ik niet fijn leven. Nee, 15 sorry is dat ik het zeggen moet. Nee, het moet wel aangenaam blijven. Warm. Ja. Maar we minder ook en een goede boterham, dan dek je in de kou gaan zitten en niet te eten. Ja, nee, zo zou ik ook niet willen leven. Dat doen we ook niet, hoor. We leven gewoon er lekker op los. Alleen we kijken wel wat is nodig. En het kan dus blijkbaar met 17 graden ook nog heel behagelijk zijn. Wij vroegen ons af of die andere echtpaar ook kinderen hadden. Ja. Op en Hanneke bedoel. Ja? Wij hebben dus 4 kinderen samen. Alleen wij zijn pas begonnen met echt flink bezuinigen toen de kinderen al uit huis waren. Onze kinderen zijn allemaal ouder dan 24 jaar. Ja. Dus die wonen zelfstandig. Ja. Maar het idee dus zeg maar dat je dus een doodshemd heeft, geen zakken, wordt er wel eens gezegd. Je kan het niet meenemen in je graf in. Dat is eigenlijk juist een van de redenen waarom wij dit doen. Ik zie heel veel collega's, ik werk op een bedrijf, ik zie heel veel collega's die tot hun 65ste keihard blijven doorwerken. En ik zou liever wat eerder gaan genieten en dat geld dus gaandeweg de rit opmaken, zodat er helemaal niet zoveel over is als ik doodga. Wat zeg je door? Dat is mogelijk. Ja. Eerder te gaan genieten. Ja, dus wat jullie eigenlijk zeggen is van, nou, als je nou, zal maar zeggen, je behoeften wat gelijkmatiger over je leven verdeelt. Ja. Hè, dus niet alsmaar in luxe leeft, maar gewoon ietsje minder doet. En je spreidt dat dan wat meer uit, dan hoef je gewoon minder lang te werken. Dat is eigenlijk het verhaal. Ja. Toch? Ja, daar komt bij dat je dan eigenlijk
op een gegeven moment ontdekt, door die cursus ook, dat je niet als je meer gaat verdienen ook meer moet gaan uitgeven. En dat heb ik daarvoor altijd eigenlijk wel gedacht. Ja. Oh, ik krijg meer salaris. Oh, dan ga ik ook mijn uitgaven eraan aanpassen. Is ook leuk natuurlijk. Ja, maar wat ging je dan bijvoorbeeld meer kopen als je meer verdiende? Nou, meer boeken en duurdere wijn en lekkerder eten. Ja. En nog een keer extra wat groter stukje vlees enzovoort. Ja, want ik heb dat boek van jullie gelezen. Als ik het dan goed begrepen heb, dan zeggen jullie... Nou ja, je kan maar in één huis wonen. Je kunt maar één fles wijn drinken. Ja, en je kunt maar één boek tegelijk lezen. Precies. En fles wijn hoef ik ook geen 25 gulden te kosten. Nee. Hè? Is ook niet nodig. Nee. En materiële overvloed is ook niet maakt niet gelukkiger, hè? Op een gegeven moment. Je wordt er niet gelukkiger door. En dan is het juist fijn om wat soberder te leven. Ja. Het geeft mij een enorme... We hebben daar trouwens straks Ruud Veenhoven over. Die heeft er echt onderzoek naar gedaan. Want er zullen misschien hier mensen in de zaal zitten die het niet zo breed hebben. Of andere mensen die kijken en die denken, ja, makkelijk praten. Geld maakt niet gelukkig. Had ik er maar een paar honderd gulden bij. Ja. Hè? Maar het rare is dat... Dus uit onderzoek is gekomen dat als je meer gaat verdienen... dat je helemaal niet altijd gelukkiger wordt. Maar dat horen we dadelijk van Ruud Veenhoven. Ik vraag me af hoeveel jaren deze mensen met het geld willen gaan doen. Of ze dan ook zo sober leven, al die jaren. Ja, je kan natuurlijk niet heel sober leven... en vervolgens zeg maar naar de Bahama's gaan en heel luxe gaan leven. Ons idee is dus dat we in feite zo sober blijven leven als we nu doen. En waarom willen we dat? Omdat we ontdekt hebben dat het gewoon heel aangenaam is. Dat je leven, er wordt er helemaal niet minder van. Ja, want Rob, er wordt nou gereageerd uit de zaal van... als je dan de thermostaat op 18 moet zetten... dat is toch wel heel zielig voor jullie eigenlijk. Ja. Dat is echt niet waar. Het probleem is eigenlijk een beetje omgekeerd... dat als de thermostaat op 18 staat... en je hebt wel een dikke trui aan, niet zoals nu... en je hebt een beetje een dikke trui, dan voel je je prima. Ik heb eerlijk gezegd meer last als ik... naar een bejaarde tante gaan in een bejaardenhuis waar het 24 graden is, dan slaan de vlammen me uit. Nou, ik wil dus eerst even zeggen dat ik het voor hun beslist niet zielig vind, want ze kiezen daar zelf voor. Ja. Ik vind het alleen, ik wil aan die mevrouw, die meneer vragen, bent u niet bang, doordat jullie zo leven, dat je zoon of dochter op een gegeven ogenblik zegt van, bekijken jullie het maar, ik ga het op mij wonen. Ja, heel, heel cynisch zou zijn om nu te antwoorden, dat is wel goedkoper. Maar... Maar nee, ik neem de vraag ook echt serieus. Hè, natuurlijk. En dan zeg ik, nou, je moet een beetje schipperen. Ja, je moet een beetje schipperen. Hij hoeft er niet onder te lijden dat wij dat doen. Maar aan de andere kant hoeven wij er ook niet onder te lijden... dat hij bijvoorbeeld het geld met bakken het raam uitgooit. Nee, maar hij hoort toch bij ons, dus je moet compromissen sluiten. Ja, maar ik vind als je dat kind 16 jaar lang opvoedt... Ja. met van, wil jij dit zo. Of wil jij dat? Goed, het is prima. Nee, dat is ook en dan niet moet die jongen ineens na 16 jaar moet hij dat gaan veranderen. Dat kan hij toch niet? Nee, dat en zeker niet in een puberteit. Nee, maar op zich is er toch niks tegen om een kind te leren goed met geld om te gaan? Precies. Nee, daar ben ik het ook wel mee eens. Maar niet van het ene uiterste naar het andere. Nee, maar dat is bij ons ook niet zo. Geval, want onze zoon die is zelf ook wel voorstander voor het milieu. Dus het sluit wel bij hem enigszins aan. Alleen niet helemaal zoals bij ons natuurlijk. Ja. Nou, we hebben gehoord dat het een leuk sport is om vrijwillig te bezuinigen. En om geld opzij te zetten. En met de nadruk op het woord vrijwillig. Maar wat nou als je geen cent te makken hebt? En je moet dus noodgedwongen bezuinigen. Is het dan wel zo leuk? Straks het antwoord. Bel 06-300-456 als u ook een keer een opname gratis wilt bijwonen. Bel 06-300-456. Ik woon nou sinds een halfjaartje samen. En mijn vriend verdient redelijk en ik verdien dan ook nog wat erbij. Dus we hebben best wel een aardig salaris samen. Maar, en ik heb dan nog geen kinderen, maar ik heb wel moeite om de maand door te komen met mijn geld. Omdat wij gewoon veel te ruim leven. En wat dat betreft heb ik echt respect voor die mensen die er dan makkelijk kunnen bezuinigen. Ja. Ik vind het zelf wel. Want het is best een kunst hoor, om het goed te kunnen. Ja, als laatste. Ze zeggen wel eens dat het grootste probleem van deze tijd de eenzaamheid is. Zowel onder jong als onder oud. Erover praten helpt absoluut met lotgenoten die in eenzelfde situatie verkeren. Hopelijk stapt u over de drempel en pakt u nu de telefoon. Bel 06-300-156 of kijk naar RTL Text pagina 234. Vandaag.
Vandaag hebben we het over zuinige leefstijlen. En tot nog toe hebben we alleen verhalen gehoord van mensen die uit eigen vrije wil hebben besloten om het zuinige aan te doen. Maar het wordt natuurlijk een heel ander verhaal als je na een tegenslag of een grote schuld gedwongen wordt minder uit te geven. Op het podium zijn aangeschoven Marit Pannekoek en Marina Groenewegen. Marina, 6 jaar geleden is jouw leven eigenlijk in 1 klap veranderd, hè? Behoorlijk, ja. Ik was 1 jaar getrouwd met een man die een heel goed salaris had. Ik verdien zelf ook heel goed. Die man overleed vrij plotseling. En toen bleek dat er 6 ton schuld was, waar ik niets van wist. En daar wist je niks van? Absoluut niet. Jongen. En toen? Ja, de bank die verwacht natuurlijk wel geld van mij. Ik wist het niet, dus ik was in gemeenschap van goederen getrouwd. Oh. En ja, die wilde even zien hoe ik dat op ging lossen. Ja, en hoe loste je dat op? Nou ja, ik praat er nu heel makkelijk over, maar dat is 2 jaar heeft dat gekost. Maar de bank is akkoord gegaan met inleveren van al mijn spullen die ik had. Piano, auto, noem het allemaal maar op. En 10 jaar lang bijna alles betalen wat ik verdien. Ik krijg dus mijn huur, ik krijg geld om naar mijn werk te gaan. En 800 gulden, en daar moet ik alles mee doen. Zo. Dus gas en licht, eten, alles. Wat zal jij een partij chagrijnig geweest zijn, zeg, ja, toen dat gebeurde? Behoorlijk, en goed in de put. Ja. Want ik zakte dus van 9000 netto naar eigenlijk 800 plus mijn huur. En kan je daar nou van leven? Nu wel. Maar in het begin was het een ramp. Maar hoe doe je dat dan? Dus je hebt 800 gulden, de huur is dan betaald, ja, hè? Ja, en reisgeld voor mijn werk, maar van die 800 moet ik echt alles doen. Dus je kleren kopen, je eten. Ik heb 2 poezen, die moet ik verzorgen. Abonnementen. Ja, nou ja, die heb ik niet veel meer. Nee. Maar echt alles, ja. Nou, dat kan toch helemaal niet? Het kan wel, maar het is echt elk dubbeltje omdraaien. Het is echt bonnetjes bijhouden, reclames aflopen. Overal op letten, maar het gaat wel. Maar niet in 1 keer. Hoeveel geld heb jij nou zo per dag in je portemonnee? 5 gulden voor mezelf en 3 gulden voor mijn poezen. Voor eten en kattenbaksteentjes. Ik doe echt elke morgen 8 gulden in mijn portemonnee. En daar moet ik het mee doen. En dat red je? Ja. Jongens, waarom krijgt dit nou geen applaus? Dat vind ik echt... Nou vind ik het interessantste van jouw verhaal nog wel... dat je werkt bij... Sociale dienst in Rotterdam. Als consulent sociale dienstverlening. En je hebt dus elke dag van die mensen aan jouw bureau die zeggen... ik kan niet rondkomen en ik, ja, red het niet en ik, ja, heb het niet. En wat denk jij dan? Nou, als het mensen met kinderen zijn, kan ik er niet over oordelen. Maar iemand die alleen is, dan denk ik van ja, het moet kunnen. En je moet dus weten dat ik er ook zo voor zit. Maar dat gelooft natuurlijk niemand, hè? Ja, maar dat ga je niet zeggen. Nee, nee. Marit, jij moest ook noodgedwongen bezuinigen. Waarom? Mijn man die werd ziek, die kreeg last van zijn rug. En die werd kort daarop ontslagen. En daardoor kwamen wij ook gewoon in een andere situatie terecht. Waarbij we gewoon met veel minder geld rond moesten komen. Van hoeveel geld, ja, moet jij nou leven? Op het moment heb ik weer een waarneming, dus nu is het wat beter. Een waarneming? Want jij bent... Een waarneming als fysiotherapeut. Oh ja. Ja, maar vroeger moest dat echt van 2000 gulden, moest ik dan rondkomen. Ja. Dus ook de huur van betalen, elektriciteit, alles? Ja. En hoe hoog was die huur? Die huur die is 600 gulden. Pfft. En heb je kinderen? Ik heb 2 kinderen. En, ja, hoe oud zijn die? Die zijn 8 en 5. Nou, hebben wij laatst een uitzending gedaan over kinderen en merkkleding. Toen heb ik gehoord wat dat allemaal kost. Dat kan niet van 1200 gulden. Nee, maar het hangt ervan af hoe je kinderen natuurlijk ook een beetje opvoedt. Of je ze veel verwendt. Of je, als je kijkt naar de reclame op tv tegenwoordig. Het moet allemaal met kindercola, kinderchocolade. En ja, ik heb ze daar gewoon niet zo bij grootgebracht. Ze krijgen gewoon een koekje en geen merkkleding. Ik ga dus zelf rommelmarten af voor de kleren. Of ik koop dit in de uitverkoop. En bijvoorbeeld op feestjes of partijtjes. Ik zie een heleboel kinderen die dan feestjes geven. En dan gaan ze naar een zwembad of naar de bioscoop. En ik vind gewoon dat het gewoon ook thuis kan met spelletjes, pannenkoeken bakken, zulke soort dingen. Want een zwembad of een bioscoop is natuurlijk veel te duur voor 10 kinderen of zo op zo'n feestje. Nee, dat gaat niet. Dat kan niet. Nou had ik er straks, toen ik met jullie praatte, kwam er steeds bij mij op van... hoe zit het eigenlijk, hebben jullie nog wel vrienden? Want als je bij jullie met 18 graden... met een eigen gebakken koekje en waarschijnlijk geen alcoholische versnapering. Ook, dat zijn allemaal ideeën die mensen hebben over... als je zuinig leeft, dan is het helemaal niet leuk. Hè? Dan is het allemaal armoedtroef. Maar het is bij ons heel gezellig. En als er visite komt, dan zetten we de kachel eventueel wat hoger. Ja. Kan ook. Ja.
Maar Marina en Marit, hoe is dat bij jullie? Ja, dat is nou het grote verschil tussen de wens hebben zo te leven of het moeten. Ik kan die uitspattingen niet maken. Ik ging vroeger graag naar het theater. Ja, dat kan niet. En een keer een bioscoopje, ja, daar moet ik voor sparen. Maar ik heb wel het toekomstbeeld. Ik ben er over 4,5 jaar doorheen. En heb ik het gered en dat sterk je. En dan kan je wel ontzettend trots op jezelf zijn, hoor. Want dan heb je dus in 10 jaar heb je 6 ton. Nee. Oh, nee? Nee, dan zou ik wel erg veel verdienen. Nee, ja. De bank heeft gezegd, als je alles inlevert en je betaalt 10 jaar alles wat je kan, hoeft de rest niet. Oh ja, maar dan nog vind ik het geweldig, hoor, ja. Wat wij ons nou straks ook afvroegen, hè, Rob. Stel nou, je wilt gaan rentenieren. Hoeveel geld heb je dan nodig, denk jij? Nou, het hangt heel erg van je situatie af. Maar wij zijn rond de 50 allebei. En wij hebben, denk ik, 3,5 ton nodig. Nodig. Ja. Maar laten we even van 3 ton uitgaan. Ja. Dan rekent iets makkelijker. 6% rente, ja. 18.000 gulden per jaar. Ja. Er moet belasting over betaald worden. Nou, wie kan er nou van 10.000 gulden leven? Nou, dat is het grappige van dat bedrag van 1800 gulden. Als dat inkomsten is, of 18.000 gulden, hoef je dus in Nederland geen belasting te betalen. Want voor mensen die zo weinig inkomen hebben, is Nederland een belastingparadijs. Van zo'n laag inkomen betaal je bijna geen belasting. En het is ook zo dat iedereen in Nederland, en Hanneke en ik ook, gewoon kunnen rekenen op AOW. Wij hoeven dus niet vanaf ons 65ste ons hele inkomen uit dat kapitaal te financieren. Want vanaf ons 65ste hebben we AOW. Maar jullie zijn 50, dus over 15 jaar. Ja. En er wordt dus gefluisterd dat dus, die AOW dan niet dus meer is. Met die 3,5 ton die we gespaard hebben over 2 jaar... kunnen we dus 15 jaar doorgaan met zo leven als we nu doen. En na de pensionering hebben we dan ook nog, de echte pensionering, 65, hebben we dan ook nog genoeg geld om een eventuele verhuizing of iets bijzonders of wat dan ook op te vangen. En dan houden we nog rekening met heel wat dingen als inflatie en gaan zo maar door. Ik heb even misschien een voorstel. Die lieve 5 mensen op het podium die daar zitten, die ontzettend zuinig zijn, met alle respect. Zou je misschien zo lief willen zijn om die 2 dames die daar zitten, die ontiegelijk zuinig moeten zijn, om die iets te geven voor een maandje. Nee. Dat ze een maandje wat ruimer kunnen leven. Marit en Marit. Ik heb er niks aan, want dan gaat het naar de curator. Wat zeg je? Ik heb er niks aan, want dan gaat het naar de curator. Dus jij wilde het al sowieso niet hebben? Want ik zal nog 1 ding vertellen als het mag. Ik heb vorig jaar een enorme loonsverhoging gehad met 2,5 jaar terugwerkende kracht. Toen kreeg ik 12.000 gulden netto en dat ging zo naar de curator. Dus ik heb er echt niks aan. En Marit? Nee, ik vind dat echt onzin. Ik bedoel, je kunt beter gewoon jezelf proberen te redden. Dus het geeft veel meer kracht als je weet van nu, als ik zelf wat minder doe, bouw je het op. In plaats van het zomaar aan te nemen. Je komt dus niet meer in de slachtofferrol omdat je in de WW zit. Het geeft jezelf juist moed en kracht dat je zelf wat aan de situatie kan doen. Ja. Nou, ik kan me wel voorstellen als Marina, dat zei ik net al, als ze die schulden heeft afgelost, dat ze zich dan heel sterk voelt. Dat ze dan denkt, nou, dat heb ik dan toch maar mooi geleverd. Maar nu is de vraag, maakt geld eigenlijk wel gelukkig? Want ja, over het geluksgevoel van jullie hebben we het allemaal niet gehad. Is er verschil tussen als je grote schulden hebt of niet? Ik praat dadelijk met een geluksdeskundige. Blijf kijken. Verstuur je met de Fleur op Bloemenlijn. Bel gratis 06 0015. Om samen een restaurant als dit op te bouwen, moet je allebei perfectionist zijn. Frank is heel kritisch in de keuken en ik in de presentatie. Alles moet tip-top zijn, dus ook op en top schoon. Daarom heb ik altijd Ariel. Je hebt die vlekken in de keuken, in het restaurant. Pasta, saus en chocoladepudding. Noem maar op. Ik heb het 1 keer op een ander merk overgestapt. Zo'n speciale aanbieding. Je kent het. Niet schoon dus. En als je 2 keer moet wassen, dan bespaar je toch niks? Ariel Futur is uitstekend getest. Deze pasta en chocoladevlekken gaan er met een ander waspoeder soms niet helemaal uit. Maar Ariel Futur was in 1 keer wel goed schoon. Het is terug naar mijn oude merk. Dat is perfect.
En één keer schoon, daar gaat het om. Alles draait hier tenslotte om topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Ariel Futuur wast wel goed schoon. Absolute perfectie. Met minder slaag je niet in deze branche. Een serveerster waarschuwt voor een moordaanslag. Wenn so eine Sachen heimlich am Telefon besprochen werden, dann hat das meistens was mit Mord zu tun. Ja, im Kino. Heel onverstandig dat ze haar niet geloven. Das Verbrechen knüpft auf die überraschendsten Muster. Want na verloop van tijd krijgt ze toch gelijk. Ich bin doch kein Freiwild für eure dreckige Fantasie! De moord die al bekend was voor die werd gepleegd. Vanavond Wolf. Om 8:30 bij RTL 4. Ik had altijd zo'n idee van Centerparks. Nee, dat is niks voor mij. Dat bleek een vergissing. En weet je wat ik gedaan heb? Ik heb mijn duikbuffet gehaald. En verder helemaal niks. Heerlijk. Als u echt snel van uw beginnende keelpijn af wilt, neem dan Tragitol. Want Tragitol stilt de pijn al na enkele seconden. U kunt Tragitol zonder recept krijgen bij uw drogist of apotheek. Tragitol, de snelle pijnstiller voor uw keel. Geld maakt niet gelukkig, dat zegt het resultaat van het onderzoek van Ruud Veenhoven. Daar gaan we dadelijk met Ruud Veenhoven praten, maar in de reclame waren allemaal mensen die dingen tegen mij zeiden, dus die wil ik u ook eventjes laten horen. Ja, ik wilde graag wat zeggen over Marina heet ze, geloof ik. Ze vertelde dat ze met 800 gulden haar eten en drinken zal moeten kopen en dat ze daar de huur en zo al niet bij in heeft berekend. Nou, ik ben zelf student en ik krijg ook 800 gulden per maand. Maar daar moet ik 450 gulden huur van betalen. En mijn schoolgeld en mijn boeken. En de rest is voor eten. Dus ik kan me voorstellen dat het voor u heel moeilijk is omdat u meer gewend bent geweest. Maar ik ben zelf veel weinig gewend. En ik denk, ja, u hebt gewoon nog heel veel. Dat is waar als u het zo stelt. Ja. Maar het was voor mij, zijn voor mij twee dingen. Het is echt de teruggang en ook het gevoel van ik draai voor iets op wat ik zelf niet veroorzaakt heb. Dus dat zit er ook erg achter. Maar en het is natuurlijk zo dat als je student bent, eerlijk is eerlijk, dat doe je, hoop ik voor jou, maar een jaar of vijf. En daarna ga je, hoop ik ook, lekker veel geld verdienen, toch? Nou, dat is wel de bedoeling, ja. Dus je weet dat het tijdelijk is. Dus dat ligt natuurlijk toch nog weer eventjes anders. Maar we gingen naar Ruud Veenhoven. Want Ruud Veenhoven heeft onderzoek gedaan van, maakt geld nou gelukkig of maakt het nou niet gelukkig? En wat is het nou, Ruud? Maakt het nou gelukkig of niet? In sommige landen wel. Namelijk in die landen die arm zijn. En daar hebben de arme mensen vaak gewoon te weinig te eten. En ja, wanneer armoede zo sterk wordt, dan willen mensen daar wel ongelukkig van worden. Maar hoe is het in Nederland? In Nederland maakt dat nauwelijks meer verschil. He, dus de rijke Nederlanders zijn nauwelijks gelukkiger dan arme Nederlanders. Maar wat versta je onder rijke Nederlanders? Dat zijn mensen die miljonair zijn of zo? Ja, nou, zo fijn heb ik het niet uitgerekend. Maar zeg maar de 10% hoogste inkomens vergeleken met de 10% laagste inkomens, zie je niet echt een duidelijk verschil. Maar hoe komt dat dan? Is het dan zo dat op een gegeven moment het aantal levensbehoeften die je kunt betalen vervuld zijn? Wat we er straks al zeiden, je kunt maar in één huis wonen en één auto rijden. Zit het daarin of waar zit het dan in? Nou, daar zit het onder andere in. We hebben genoeg te eten, we hebben allemaal een dak boven ons hoofd. En Nederland is een redelijk gelijke maatschappij. Dus wanneer je... Ja, je hoeft geen dikke auto voor de deur te hebben om toch voor vol aangezien te worden. En dat is wel heel belangrijk. Nou, zo zit Bob. En Bob is een totaal ander mens dan alle mensen die hier op het toneel zitten. Want al die mensen die op het toneel zitten hebben iets van, wij doen het, proberen het zo zuinig mogelijk te doen. Bob, hoe doe jij het? Ik versta er niet wat. Hoe doe jij het? Geef je veel geld uit? Ja, niet onverantwoord. Ik moet niet denken dat ik van mening ben dat geld alleen maar moet rollen. Geld moet wel rollen, want geld moet de economie in beweging houden. Ja. En dus wat sneller... doe jij dan? Jij geeft geld uit voor... Je gaat met je kinderen op skivakantie? Ja, en ik heb in de periode dat ik nog werkte, ik werk inmiddels ook niet meer. Dat was niet helemaal vrije keuze door toevallige omstandigheden.
Maar in die periode dat ik werkte en de kinderen opvoedde, hebben wij altijd royaal geld uitgegeven. Dus ook om te investeren in die kinderen. Dus het thermostaat op 20, merkkleding, ja, ik heb meer de neiging om op 19 te houden, maar mijn vrouw heeft hem liever op 20. Ja, dus ze stond op 19,5. Dus hij komt in de regel op 20 en s'avonds laat wil hij nog wel even naar 21. Maar ik twee dingen. Ik wil eens even zeggen voor de mensen die bewust voor kiezen om zuinig te leven. Als die mensen zo willen leven, laat ze dan leven. En ik heb dan ook nog een vraag voor hun van, ja, iedereen heeft het toch nodig om een keer uit te gaan of op vakantie te gaan. Doen jullie dat zelf dan niet? Ja, zeker. Je moet prettig blijven leven. Dus als je op vakantie wil, dan moet je er ook wel voor kiezen. Maar we kijken wel heel goed, wat kost het? En krijgen we er ook voor wat we dan willen? Hè? Maar, krijg je dan waar voor je geld? Zou jij bijvoorbeeld gaan skiën? Nee, want dan breek ik zeker drie benen. Dus dat kost veel te veel geld. Ja. Ja, ik heb ook nog een opmerking. Dat meisje wat net zei, die studenten en die moeten voor 800 gulden rondkomen per maand. Ik ben zelf al 2 jaar werkeloos. Ik moet van 1100 gulden per 4 weken rondkomen. Daar moet ik mijn huur van betalen, daar moet ik alles van doen. En wat haar situatie is tijdelijk, maar Marina de situatie is natuurlijk ook tijdelijk. Want over een aantal jaar is er vanaf en dan kan ze ook lekker riant gaan leven. En terwijl ik al 2 jaar werkeloos ben en nog maar moet afwachten of ik ooit nog eens een keertje aan het werk kom in dit land. En terwijl mijn situatie misschien nog wel een paar jaar kan duren. Maar het is wel zo dat als je dus zuinig leeft, dan ben je vrij om dat al of niet te doen. Dan heb je dat probleem niet meer. Dan ben je namelijk vrij. Ja, en dat kun je dus bereiken. Ja, maar ook met 1100 gulden per maand, denk jij, ja? Ja, zeker. Ik leef ook van 1100 gulden per maand, per 4 weken. En dan kan ik ook heel goed van rondkomen. En ook, ik heb mijn thermostaat in deze tijd op 21 graden staan, omdat ik het lekker warm wil hebben. En ik kan gewoon elke week mijn boodschappen doen. Maar ik moet er wel van rondkomen. En ik weet niet hoe lang mijn situatie nog duurt, maar ik kan het wel. Nou, een van de dingen die ik belangrijk vind, ook als ik wil stoppen met werken, is dat ik inmiddels er wel achter ben dat we in Nederland gewoon te weinig arbeidsplaatsen hebben. Als ik op mijn 50ste stop met werken, dan maken die dus gewoon een plaats vrij voor iemand anders. En ik zou denken dat veel meer mensen die boven de 50 zijn dat kunnen doen. Want dat betekent dat jonge mensen meer kans hebben op een arbeidsplaats. Ja. Moet ik dan begrijpen dat het hele overweging is? Wat zegt u? Wat zegt het is een bijkomend voordeel wat je daarmee opwekt, ja. Die mevrouw vertelde dat ze 800 gulden in de maand besteedt. Marina is dat, ja. Ik was eigenlijk benieuwd met hoeveel u in de maand... Wij geven ongeveer 1900 gulden per maand uit. En u heeft geen kinderen toe? Nee. Nou, vind ik dan best wel veel. Met z'n tweeën. Dan vind ik het zuinig zijn, is dan minder moeilijk, denk ik. Mag ik daar wel op reageren? Ik denk dat het op zich ook helemaal niet zo spectaculair is wat wij doen. Het is denk ik wel zo dat we van ongeveer 5.000, 6.000... wat we altijd uitgaven, terug zijn gegaan dus tot minder dan de helft. En dat is met behoud van alle luxe en comfort. Want ja, mensen denken vaak het is heel onaangenaam en vervelend. Maar we hebben zelf het idee dat we nog steeds alles doen wat we willen. Ja. Echt, alles doen wat we willen. Ruud, waar ik nog even benieuwd naar ben, is dat boek wat zij vertaald hebben. Hè? Daarin wordt vaak de term consuminderen genoemd. Wat vond jij nou van het boek? Nou, ik vond het een typisch geluksboek, zou ik zeggen. Zoals er veel meer verschijnen in Nederland. Een boek wat leert eigenlijk beter keuzes te maken. En de eerste boeken in die traditie die gingen vooral over relaties. Hè, van hoe voel je je in een relatie en probeer uit wat voor relatie goed voor je is. Mannen komen van Mars en vrouwen komen van Venus, ja. Precies. En dit gaat nu op een ander onderwerp. Je hebt ook boeken over werk, hè. Durf te kiezen voor het werk wat je leuk vindt. Nou, dit is van durf te kiezen voor het consumptiepatroon wat je leuk vindt. Ja, en dat is uiteindelijk bedoeld om mensen meer vrijheden te geven. Want er zijn natuurlijk toch ook nog altijd mensen die zich dingen laten opdringen omdat de buren het doen. Ja. Net zo'n dure auto, net zo'n groot huis. Dat is precies, toch vaak het geval. En in onze maatschappij heb je keuzes en je moet leren om die keuzes te gebruiken. En hoe beter je dat kunt, hoe gelukkiger mensen over het algemeen ook zijn. Het voordeel is dat het ook concreet is. Die boeken over relaties zijn vaak ook een beetje zweverig enzovoort. Mooi enzovoort. Maar dit is heel concreet. Het heeft onmiddellijk met cijfers te maken en met je eigen voordeel. Je neemt je lot in eigen handen. Ja. Ik ben een zus van Marit en ik woon nu sinds een halfjaartje samen. En mijn vriend verdient redelijk en ik verdien dan ook nog wat erbij. Dus we hebben best wel een aardig salaris samen. Maar, en ik heb dan nog geen kinderen, maar ik heb wel moeite om de maand door te komen met mijn geld. Omdat wij gewoon veel te ruim leven. En wat dat betreft heb ik echt respect voor die mensen die er wel makkelijk kunnen bezuinigen.
Ja. Ik vind het zelf wel. Want het is best een kunst hoor, om het goed te kunnen. Ja, als laatste. Marina. Zeggen, mensen die zeggen van hoe heb je dat gedaan met die 800 gulden? Dat is natuurlijk wel erg weinig. Maar het wordt op laatst gewoon een tweede natuur om zo te gaan leven. Het wordt gewoon... Het gaat gewoon goed. Ja, en je kunt het natuurlijk ook zien als een hobby, hè? Ja, want ik ben er ook wel van plan als ik afbetaald ben om ermee door te gaan. Om een ideaal te halen. Ja, ja, ik wil in ieder geval zeggen tegen die mensen die daar aan die kant zitten. Het lijkt me meer een uit de hand gelopen hobby. En voor de mensen, ik ben zelf bijstandsmoeder. En als ik hoor dat we nog van 1900 gulden rond moeten komen, dan denk ik... Ja, dat is wel te doen. Had ik dat probleem maar, denk jij dan? Ja, precies. Ja, en ik heb meer bewondering voor mensen die het nog van minder moeten doen. Okay, maar dan blijf je toch gewoon zeggen dat het eigenlijk je uitgavenpatroon te maken heeft met je inkomen. Maar dat is het dus juist niet. Ik weet zeker dat als wij van buitenstaand uitkering moesten leven, zou ik het ook kunnen. Want wij hebben ook van een studiefinanciering geleefd waar je echt elk dubbeltje om moet draaien. En ja, dat hebben we dus toen gedaan ook. Nou, in die tijd hoor ik vaak mensen zeggen van... we hebben een bijstandsuitkering, daar kom je bijna niet van rond. Dan dacht ik van, ja, nou ja, we hebben ook niet meer en we komen ook rond. Dus. En als u nou thuis denkt van, en hoe doen ze dat nou? Ja, dan moet u dus of dat boek moet u lezen of u moet die cursus volgen. Het is in elk geval wel zo dat het, als je het eenmaal kunt, heb ik begrepen uit het boek... dan is het echt een leuke sport en dan krijg je een ongelooflijk gevoel van welbehagen... omdat je blijkbaar ook met heel weinig geld rond kunt. Maar goed, nogmaals, er zitten daar een aantal mensen te morren die roepen van... ja, maar ik moet het en voor mij is het gewoon een ramp. En als je het moet, dan ligt het natuurlijk ook heel anders. Bedankt voor het kijken. APPLAUS.